En overigens, leuk om nog even te zeggen dat die gedichten, die zijn, ik heb ze geschreven tijdens Smaakexplosies, een festival wat ik op het Hembrugterrein een tijdje heb georganiseerd. En toen zijn ze ook gedrukt op ouwel, zodat je ze ook op kon eten. Dat was echt heel leuk. Dus als je, maar nu is het helaas niet zo, maar dan draag je het dus voor. En dan neem je dan vervolgens een hap uit het papier. Dat gaat nu niet lukken. Goed, daar gaat hij. Luchtjes. Er zit een luchtje aan, zegt zij met rondtastend reukorgaan. Weer zo'n zaanstreek, pruttelt hij de neus afdekkend. Koek, koffie en cacao, ik ook van jou. En dan heb ik er nog één over eten, die heet koek. In alle soorten en maten. Lik op stuk of van eigen deeg. Hey, monster, wat doe je nu? Nu is hij op. Dank.